Dit komt zo dom over, hè. Oh! Oh! Fuck's sake, jongen! Ja, sorry, man. Ik doe niet aan teamen. Ja, dat moest je weer... Oh! Oh, dat is Julia! Doei, Julia! Hey, mensen van het Gamesfest. Jullie kijken naar de gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Yeah, I'm back, bitches. Ik ben fucking weer terug. Ditmaal in de map Mushroom. En je ziet de challenge nu in het beeld komen. Ja, oké. Ik moet dus een toren gaan bouwen. En dan moet ik een base op gaan bouwen. En dan moet ik gaan campen. Ja, je ziet de comment eronder campen. Ik krijg ook 5 thumbs up. Ja, dat is gewoon campen. Letterlijk campen, ja. En dit is een beetje een camp aflevering zoals jullie zien. Ook in de titel zo van, ja, campen. Ja, ik moet veel campen deze aflevering. Volgende challenge heeft ook een beetje met campen te maken. En ook natuurlijk met kijkers. Want ja, jullie kunnen misschien afvragen. Oh, dit zijn gewoon allemaal tegenstanders. Nee, het zijn allemaal kijkers van mij. En gewoon deze hele map zat in een paar seconden vol. Dus dat is echt fucking insane en zo. En ik ga even een toren nu maken. En dit is best fucked up, want ik heb helemaal geen zwaard. Dus dat is echt kut. Dus ik moet echt mensen nu killen met mijn boog. En ik ga even boven op mijn mushroom zitten. Want dan ga ik dus mijn toren bouwen. En ik heb nog nooit echt gecampt in de toren al helemaal niet. Dus dit is wel geinig op zich. Oh, wacht. Ik ga de dingen bij betrekken. Ja, ik ga de ding zo. Zodat ik tenminste wat mooie uitzichten heb. Oh, fuck sake. Oh, kut. Fuck. Oké, go. Hoe gaan we dit doen? Oh shit, ik heb niet genoeg blokken, joh. What the fuck? Oké, nou, ik heb in ieder geval een klein beestje hier. Zoals jullie zien. Ik haal dit even weg, zo trouwens. Hoppakee. En nu kan ik hier wel doorheen vallen, maar YOLO. YOLO. Oké, er komt al iemand. Raak die man. Oh, luk. Gewoon puur luk, man. De mensen die we graag willen weten, waar gaan we nu mee slaan als het erop aankomt? Ik ga gewoon met dit ding hakken. Ja, ik mag hier niet uitkomen, dus ik mag hier gewoon lekker zo zitten. En dit is dus de campleef, jongens. Zo is dit doen campers. Dit vinden campers leuk. Dit doen ze gewoon. Hop, kom op. Raak die man. Ah, fuck. Kom op, ik mis alles, joh. En het voelt meteen fucking saai en gay. Ik wil gewoon lopen. Laat mij lopen en killen. Gevaarlijk zijn... En zo, risicovol. En dat ben ik nu totaal niet aan het... Ja, ik ben nu best wel risicovol hierboven zo, maar ja. Die man komt nu naar me toe, dus dat is wel beter. Dat iemand tenminste naar me toe komt. Want dan heb ik tenminste iets te doen. Daarachter zie ik ook iemand. Die kan ik misschien snipen hier weg. Oh, fuck. Nee, die gaat ook weg. Oké. Ja, beneden. Ik zie het. Ik zie het, jongens. Want het zijn allemaal kijkers natuurlijk die spectaten. Ja, ik ga hem killen, hoor. Deze man gaat echt neer. Die durft... What the fuck, man? Hoe de fuck kan je zo lang blijven staan op een eiland? Dat is toch insane, of niet? Als ik echt serieus 5 minuten sta ergens op, dan ben ik al dood. Dan denk ik gewoon, fuck dit. Wat is dit voor saai iets? Ik wil altijd lopen, bewegen, maar dat kan nu ook niet. Hij zit er al onder, hoor. Oh, fuck sake. Oh, miste ik hem nou? Miste ik hem nou serieus? Kijk, ik mag natuurlijk wel even uit mijn toren gaan springen, denk ik. En dan gewoon er weer in klimmen. Dat ga ik ook doen. Bye, you bitch. Fuck you. Don't come to my tower ever again. Oké, fuck jongens, ik kan er niet meer in mijn toren komen. Rip challenge, want dit gaat kut worden. Wacht, ik kan even die ladders wel hakken. Heb ik echt geen blokken meer? Ik moet echt even blokken weer verzamelen, jongens. Het spijt me, ik moet weer gewoon mijn blokken hebben. Die man gaat... Alsjeblieft, man. Ik ga niet teamen, dat weet je wel. En je gaat gewoon 5 minuten sta je daar nu al niks doen. Ga werken, doe iets of zo, man. Doe je... Oh, what the fuck is er nou? In ieder geval, vinden jullie deze video leuk tot nu toe al? Laat even dat blauw duimpje achter. De vorige aflevering had veel likes, omdat ik er een beetje om vroeg. Als je het echt leuk vond. Hè? Als je het niet leuk vindt, hoef je echt niet te liken. Je mag ook gerust disliken als je het gay vindt of zo. Dat is gewoon puur een schematische weergave voor mij. Want, nou ja, als ik bijvoorbeeld bijna geen likes krijg en een andere serie bijvoorbeeld wel, dan snap je natuurlijk wel dat ik die serie dan eerder doe. Maar dat snap je natuurlijk allemaal wel. Dus ja, dat verhaaltje heb ik ook even gehouden. Want ik heb toch niks te doen, want ik zit de hele tijd een beetje te campen. En ik wil weg uit die fucking toren, want ik vind hier niks aan in die kuttoren. Maar waarom bedenken jullie zulke challenges, jongens? Ik vind het echt niet leuk, hoor. Jullie bedenken van deze challenges, en deze krijgen ook best wel veel thumbs up. Waarom? Ik denk zo van, ja, oké, ik zit stil. Ik verveel me dood hier, hoor. Ik heb eten, trouwens. Oké, chill. Ik ga even eten. Ja, ik heb gewoon echt een neiging om als iemand op mijn eiland komt, oké, dat spreek ik met jullie af. Als ik iemand op mijn eiland komt, dan mag ik er afspringen. Dan mag ik die gast killen en dan moet ik weer terug. Fuck dat. Serieus, anders heb ik gewoon niks te doen. Want ja, ik zit hier maar een beetje. En er zijn nog 4 mensen over. Dus zo kan je wel winnen op zich. Want ja, je hebt ook totaal geen gevaar is dit. Wat is dit voor challenge? Een kut challenge. Ik moet campen. XD. In een toren. dit komt zo dom over, hè. Oh! Oh! Fuck's sake, jongen! Holy shit, what the fuck? Ja,
kut challenge. Oké, mensen, nu met Taiga en ik val weer naar beneden. En de volgende challenge komt in dat beeld. Ja, ik moet weer gaan campen op mijn eiland. Dus dit is de laatste challenge van deze aflevering dat ik moet campen. De volgende potje. Dan mag ik weer lekker naar andere eilanden. Maar ik moet dus weer campen. Ik mag geen bogen, zo mag ik ook niet gebruiken. Geen eieren, zo. Geen sneeuwballen. Dus fucked up. Ik laat die shit er ook gewoon in zitten. Die bogen kan ik ook wel in laten zitten. Dus dat is echt kut. Ik moet dus alleen op mijn eiland blijven. Maar wacht eens even. Je kan je eiland wel uitbreiden, dan is het nog steeds een eiland. Hey. En ik mag dus niet naar iemand anders toe springen, maar ik kan bijvoorbeeld een brug naar iemand toe bouwen. Dat mag. Ik moet gewoon op mijn eiland blijven. Kijk, dit is nu mijn eiland. Dit hoort bij mijn eiland. Dus ik ga even bijvoorbeeld naar deze man toe bouwen. Hop, hop, hop. En dan laat ik hem gewoon naar mijn eiland toe komen. Hey, is dat niet slim? Ja, is toch slim, of niet? Oké, ik doe even andere schoenen aan. Hoppakee, die zijn beter, veel beter. Kom maar, jongen. Kom maar. Kom, Bloks, kom. Oh, hij heet de Golden Apple, maar hij komt niet aanvallen. Oké, man, hou op toch met het spel. Serieus, als je gewoon... Waarom heet je dan een Golden Apple? Ik dacht echt, hij gaat aanvallen of zo. Oh, dit is ook een team. Oké, nou, geweldig. Oh, dit is geen team. Ja, wat moet ik doen? Ik kan hier wel even lekker... Ik zou nu zo graag naar die man toe willen, want hij is een beetje gedamaged en zo. Fuck you, bitch. Come at me, bruh. Come at me. Oké. Oh, daar komt hij. Ja, sorry, man. Ik doe niet aan teamen. Ja, dat moest je weer. Oh! Oké, nou, dat is een einde. Oké, nou, ik heb iemand gekillt. Dat is wel chill. Maar ik moet dus blijven campen. Dat is echt van fucked up. Gewoon niet leuk. Dus ik kan een beetje mijn eiland een beetje opmaken. Dat kan toch... Ik doe dit echt bijna nooit. Gewoon bijna 50 afleveringen Skywars. En ik heb nog nooit een keer mijn eiland een beetje mooi gemaakt. Ik wil altijd alleen maar vechten. Waarom zou je zo agressief zijn? Het is toch... Oh! Fuck sake, wie deed dat? Kom dan, hè? Pushy, hè? Oké, nou, grapje. Ik ga een keer leuk op mijn eiland wat tijd besteden. Even mooi even leegmaken, zodat het overzichtelijk is. Super leuk natuurlijk. Hoppakee, dit drop ik allemaal even, want hier heb ik echt niks aan. En, wij wachten gewoon tot mensen hier naartoe komen. Ik vind het wel een keer leuk, hoor. Dit jaar is wel een keer geinig. Ik kan tenminste nu zien wat er allemaal is. Wat is dit? Wow, ik heb nog nooit een Brew Extent in Skywars gezien. Oh, dat is hier dus ook allemaal. Oh, wow. Serieus, wij skippen dat altijd. We openen gewoon die chesten. Hop, 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 hop. En we gaan weg. Maar hebben jullie allemaal wel even goed naar het eiland gekeken? Zo, hoe mooi het eigenlijk is. En wacht eens even. Ik besef me nou iets. Wacht, ik mag dus alleen op mijn eigen eiland blijven. Maar ik mocht mijn eiland wel uitbreiden. En wat nou als ik dit doe? Hier woont niemand meer, dus ik claim dit eiland er gewoon bij. Zullen we dat gewoon doen, jongens? Want dan hoef ik tenminste niet de hele tijd te campen. Dus ik claim er gewoon dit gedeelte erbij. Hoppakee, want hier woont toch niemand meer. Iedereen is hier dood. Dus dit eiland claim ik er mooi bij. Oké, dat is gewoon de regel die ik nu ga doen. En... Woont hier nog iemand op dit eiland? Dan ga ik die ook meteen claimen. Hoppakee, doen we dat. Kijk, ik zit nu vast. Een klein stukje vast. Hoppakee, ik mag dit eiland... Oh, is het wel iemand? Oh, fuck. Oké, ik mocht dus niet op dat eiland komen. Oké. Sorry, meneer. Fuck off. Oké, ik ben hier. Fuck sake. Oké, mensen, ik zit nu met Angelic. En de volgende challenge komt nu in beeld. Ja, ik moet mijn render settings op het laag zetten. Oké, nou, dat gaan we even doen op Tiny. Hoppakee. Oké, what the heck? Dit ziet er vreemd uit. Wat ik zie. Oké, ik zou net zeggen, moet het nog laden of zo? Oké, oh, het is overpowered. Shit, ik heb nu wel de YouTube rank, maar ik let er nog steeds niet superveel op. Nou, in ieder geval YOLO. Nee, niet YOLO. Dit is gewoon fucking kut. Ik heb er nou gewoon geen zin meer in. Gewoon. Nee, grapje. What the fuck? Wat is dit voor vaag iets? Waarom zie ik de helft van dat eiland maar? What the fuck? Het was toch altijd zo mistig altijd? Maar dit is totaal... Dit is niet... Kijk, dit is niet mistig, maar je ziet erachter zien niks. Oké, vast moet het gewoon allemaal een beetje laden of zo. Geen idee. Wat ik even ga doen. Ik ga even... Heb ik nog... Oh, wacht. Ik moet even omhoog nog. Die heb ik nog niet meegepakt. Dus ik ga even hier zo omhoog. Nice. En dan gaan wij even... Iemand is op eiland, hè? Iemand is op eiland. Ja, ik wist het. Golden apples. Heb ik geen... Ik heb ook geen... Oh, chestplate heb ik ook niet. Fuck. Oké, punch. Oké, we hebben een punchbogen nodig, jongens. Die moeten we hebben. Oké, iemand was op mijn eiland volgens mij, want ik zag... Ja, kijk, daar zit hij. Oh, dat is Julia. Doei, Julia.
Oh, sorry. Het spijt me. Ik dacht dat wie zat op mijn eiland zo'n beetje. Was Julia, die zat een beetje op het camp. Oké, wauw. We gaan even naar beneden. Die punchboog is zo gemeen. Ik vind het echt een kutding gewoon. Gewoon zo'n naai ding gewoon. Nou, in ieder geval, we gaan even verder zoeken. Hou op met campen, jongens. Dat is zo kut. Waarom is het überhaupt nog overpowered in Skywars? Alsjeblieft. Dat moet echt weg. Ik vind het verschrikkelijk, dit. Oké, wacht. Ik heb betere schoenen. Niet eens gezien. Oké. Wat? Oké, mensen, doen nog een potje. En ik zit nu in de map Galaxy. De leukste map van het hele spel. Nee, ik vond het gewoon zielig, want je ziet die map en niemand gaat erin. Dat is gewoon fucked up. Dus ik dacht gewoon, ik ga er gewoon even in. Hè, is leuk. Ook voor deze stijltjes is het leuk, want ik moet mijn render distance op het laagst zetten. Staan die nog op het laagst? Yes, ze staan nog op het laagst. Mijn render distance is superleuk. Oké, nice. Even kijken. We gaan gewoon deze stijltjes nog een keer proberen. En het is trouwens dag hier. En dat zie je niet vaak. Meestal is het nacht hier. En ik heb gewoon vandaag gefocust. Want ik heb de YouTube rank. Oh jongens, sorry. Ik ben gewoon een beetje blij met mijn YouTube rank. Gewoon accepteer dat gewoon dat ik blij ben. Hey. Het is toch leuk dat ik eindelijk die rank heb. Ik ben echt blij. Ik moet alleen nog even schoenen vinden. Dus ik kan. Oh, er komt al iemand. Ik ga er naartoe. Fuck it. Sorry man. Oh, hij is neer. Sorry man, maar ik ga niet teamen. Ik vind dat zo kut, jongens. Dat is ook nog zo in het begin en dan hak je op zin en dan denk je, fuck, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Wat ben ik aan het doen? Ik ben een monster. Ik vermoord mijn eigen kijkers. Wat is dit? Wat ben ik aan het doen? Nee, grapje, zo denk ik ook niet. Het is maar Minecraft, denk ik. Maar ja. Oh, wow. Oké, let's go. We gaan weer omhoog en wij gaan weer proberen. Oh! What the fuck, man? Die gast die durft wel, hoor. Te schieten. Hier. Pijl. Nog één. Hoppakee. Oh, daar ga je al, meneertje. Daar ga je al. Oh, hij gaat ook mooi doorschieten, hè. Hij staat er zo onveilig als wat. Hij gaat neer, hoor. Die man gaat neer. Hoppakee. Oh, hij is down. Hoppakee. Die man is neer. Oké, chill. Cool. Even kijken. Ik heb nog maar 2 arrows, dus dat is best kut. Ik vind het echt, bij mijn computer is het fucked up. Want ik weet nog wel, op mijn oude laptop en shit, dan speel je ook niet op hoge settings en zo. Maar dan is het vet mistig en zo. Maar nu zie ik gewoon een klein gedeelte van de map. Ik zie gewoon niks. Maar alles is wel helder en zo. Ik zie trouwens ook een arrow wegkomen. Ik kan dat niet zien. Dus dat is nu pas merk ik de handicap een beetje. Oh, wow, fuck. Ik moet dus, ja, ik kan er niets omheen bouwen. Want ik zag dus daar out of nowhere zag ik gewoon een pijl komen. En ik heb deze map zo lang niet gespeeld. En ik vind het wel een winkel. Ga je nog om deze te spelen, hoor. Dit is op zo verkeerd is deze map over niet. Het is gewoon een beetje een hele aparte map. Maar ik vind hem ook wel geinig soms. Oké, let's go. We gaan even weer omhoog. En we gaan misschien ook iets met lava doen, want dat is wel chill. Haar hem boven je. Oké, thanks voor de tip. Wie is boven me? Ik zie niks boven me, hoor. What the fuck? Waar zie jij iemand boven me? What? En wij gaan... Oh, prank. Fuck you! Oh, for fuck's sake, jongen. Sommige van jullie kijkers echt gewoon geweldig. Oké, nou, daar zie ik iemand bewegen. Daar ga ik even heen. We gaan het gewoon doen, jongens. Let's go. We gaan gewoon fucking erheen. Ik ga gewoon fucked up risky spelen nu. Ik heb scheid. Ik ben neer. Ja, 1 keer risky spelen en bam, ik ben neer. Wauw. In ieder geval, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. De volgende aflevering ga ik wel lekker battelen. Laat even die like achter. Abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie wel de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Mensen, tot de volgende keer. Later.